Dat is dat stukje dat die stijl begon te worden, voelt niet direct, denk ik. Ik wil voor door. Ik ben hier niet voor niks, hè, Fiets.
Schön Mann, Alter, Olli. Schön Mann, Alter, dachte er mir. Nee, du hast das. Ik heb de hagelnoeden op zitten nu, voordat ik hierin ging. Thank you.
Zet ze op de kijkers dus op, ik zeg, ga maar lekker. Als jij hem opvult, dan ja, wij gingen ook naar beneden. Dat stond hij net voor dat stuk, voor dat middenstuk, wat we zwaar was, ja. 19%. Oh. Net daarvoor stond hij in de broek bij de auto, maar die had weer een keer. Dus hij moet nog naar boven. Ja, als jij water kreeg. Ja. Hij wandelt nog naar boven. Hij heeft respect, ik vind het zo mooi dat hij hem nog had. Ja, ik zat zo op de fiets. Ik heb een beugeltje voor hem gemaakt, ja, mooi. Ja. Ja, oh, jammer dat ik. Ik weet niet, ik heb nog last van. Ja? Dat was natuurlijk een mooi boel, maar dan moest de laatste. Mooi terug naar de terra fietsen. Mooi, Roesje. Ja? Nee, ik heb het gehad. Er zit nog klimmen in de auto. Als er vlak was, was er geen probleem. Als er nog één fiets met sparen, nu mooi voor morgen. Wat dat betreft, ik krijg ook die pomp. Wat is er naar beneden gaat? Zijn ze ook nog een baby? Ik heb begonnen in de bos toch een partij zwaarder. Ik ben in het Darwin fietsen. Derde Darwin. Ik was op een gegeven moment gewoon behoorlijk te fietsen. Ik moet echt stoppen. Ik was helemaal normaal binnen het aanhangen, die kun je de lucht heel hoog oppompen.
denk ik al gewoon handmatig bijdraaien. Dus, of even wat sport. Dan moet je daar helemaal terug straks naar het dorp of zo. Zeg je? Ja, als Ben is een makkie. Daling. Oh, de daling. Sorry, Fred. Ik denk dat de rest moet beginnen. Nou, dat eerste stuk is beginnersberg, maar dat tweede stuk, die daar vond ik nog wel een beetje zuur. Nou, 45 kilometer, denk ik, maar je hebt ook een we zitten nu op 745 en hij daalt zo dadelijk met 326. Moet je in de gaten houden. Wie? Erik is bom en belt ons ook. Ja, Monique, heb jij die een berichtje dan? Je hebt continu contact met. Oké. Dus die komt nou ook naar beneden. De water? Ja, maar water is op. Zo, hè? Oh. Toen had ik dat dus helemaal zwart en dan had ik van hier één schermen streep de boom. Ik denk, ik doe er een grap, hè? Ik heb er heel flow van, hè? Nou, lekker gaan. Mandy, ga je maar naar het hotel fietsen? Nee, naar de mensen maar naar het hotel toe gaan. Ja, oh, ik ben dit gaan. Wat? Ik ben hier gekomen. Dit was te veel gevoelig op het begin. Ben ik ook nog eens geweest? Vertel. Toen werd 9%. En toen had ik zo'n scherp poortjes en door niet lekker om te draaien. Ik zit sterk. Nou, mooi daar, doe maar. Lekker. Ik kwam om te gimmen. Ik zie daar iemand. Ik zat achter zo'n Deens ventje met zijn mokkel. Ik sta in 1 tempo. 6,5, 7, 8 km/u. Daar zat ik mooi achter. Ik kon heel erg niet kunnen fietsen. Zo'n sierre poort, hè. Zo'n sierre rug. Niet goed, joh. Die moest ik toen aan inladen. En toen kwam ik in één keer Ronnie voorbij. En toen kwam ik Marloes voorbij. Ik denk, nu. Maar Ronnie had de hele tijd al voor mij zien fietsen. Ik heb een jaar met staan gekoppeld. En de captain zegt hij als je avond spieren. Ik zei, no, ik zei, many. En ik heb een mooie bekken. Ik zit niet door achter. Ja, gaan jullie maar lekker fietsen naar de hotel. Maar die moest ik ook keren. Ja, dat is het best wel. Nee. We hadden wel op kinderen voor ik te steken. Patrick, hey! Ik vind het wel goed, maar ik heb niet zo lang op een muurtje. Maar ik was nog geen moment, was ik daar zo sterk. Ik denk, nou ga ik heel echt zitten. Ik denk, als ik hier nog een meter of 100 verder moet schieten, kan ik. Die kunnen nog te veel liggen. Ik heb in de beemeren en ik kwam naar beneden. Ik heb gewoon nog een volle fles, hè. Ik heb 1 fles leeg gedronken naar boven. Ik heb het toen maar alleen morgen fietsen, 2 flessen. En ik heb nooit de Aspen ook een morgen fietsen. Zo stoot. Moet je nog wat hebben? Nee, ik ben ook nog weg. Goed als stoot.
ik zeg dat dat 6-7% dan dat het was hier, maar dat fiets ik niet door. Maar zoals ik woon, heb ik beleefd en